Er zijn hier wat donaties geweest op de GoFundMe-pagina. En hartstikke bedankt daarvoor. Ik vind het heel aardig van jullie dat jullie mij een kleine financiële bijdrage geven voor het voorlichten van de Nederlandse, Belgische en Surinaamse jeugd, in feite. Dus, en dat jullie niet zelf jullie kinderen hoeven voor te lichten, waarschijnlijk. Dus dat scheelt ook weer. Dus bedankt, Jantien Schouwmans, Sascha Maduro, meneer en mevrouw Vassaert, Bert van der Hof. Voor de zoveelste keer. Dankjewel Bert. Je doet echt een regelmatige bijdrage. En Jannik Meijer. Ja, hartstikke tof. Dankjewel jongens. En we gaan gewoon door. Dat wordt vaak wel gedacht, maar dat hoeft helemaal niet. Chemo is een behandelmanier om kankercellen in je lichaam te bestrijden. En er zijn heel veel soorten kankers en ook heel veel soorten chemo's. Dus de oncoloog, dus de arts die gespecialiseerd is in het bestrijden van kanker of behandelen van kanker, die zal je daar advies over geven mocht het bij jou nodig zijn. Ja, soms kan het inderdaad hoge kans hebben dat je onvruchtbaar wordt. Dus dan adviseren ze dat je van tevoren sperma of eicellen laat invriezen. Zodat je na die tijd nog wel een kind zou kunnen krijgen. Maar er zijn ook chemokuren die je op korte termijn wat onvruchtbaarheid geven. Maar die nou, op een gegeven moment herstelt het lichaam daar zich weer van. En kun je dus ook gewoon weer zwanger worden. Dus het verschilt per persoon, per kankersoort, per chemokuur. Dus je wordt daar heel goed in begeleid en in geadviseerd door de oncoloog, mocht het je op dat moment overkomen. Iedereen veilig, geluid staat uit, oordopjes in. Je moet onthouden dat geslachtsziektes worden overgebracht via het slijmvlies. En het zit niet alleen in je vagina of in je anus, maar ook in je mond. Dus je kunt prima geslachtsziektes oplopen via orale seks. En sommige geven klachten, andere weer niet. Je kunt bijvoorbeeld syfilis, dat geeft zeertjes in je mond. Het herpesvirus levert koortslippen op. HIV gewoon orale seks zelf kun je op zich, de kans dat je HIV oploopt is heel klein, maar komt diegene klaar in je mond, hè, zeker in man-man of man-vrouw combi, dan zit in het sperma, dus dan kun je dus wel besmet raken. Dus ken je iemand nog niet zo heel lang of is het een nieuwe partner die nog niet getest is, zorg dat je een condoom gebruikt. Ja, daarvoor heb je dus condooms met smaakjes. Wat iemand laatst vroeg van waarom hebben condooms smaakjes? Nou, daarom. En of gebruik weflapjes totdat diegene getest is. Nou, en dan kun je zonder. Maar wees echt heel voorzichtig, want zeker zoals dingen als herpesvirus raak je gewoon nooit meer kwijt. Blijf voor eeuwig in je lijf. Hetzelfde geldt voor HIV, blijf voor eeuwig in je lijf. Het is te behandelen, maar het blijft voor eeuwig in je lijf. En je kunt dus ook anderen besmetten. Dus als jij orale seks ontvangt van iemand die een koortslip heeft, kun je dus gewoon het herpesvirus oplopen. Dus voorzichtig. Gebruik condooms, weflapjes, bescherm jezelf jongens. Bestel ze online als het zo lastig is om in de winkel te halen of je schaamt je ervoor. Maakt niet uit. Jullie shoppen het internet helemaal leeg op AliExpress en weet ik allemaal wat. Koop het gewoon online. Oké, eens keer wat anders. De omtrek is dus net zo belangrijk, haast nog belangrijker dan de lengte. En dat weten heel veel jongens niet. Want de omtrek in penis varieert heel erg. Ja, het kan variëren van een 50 euro muntstukje tot wel deze. Soms wel groter. Ja, dus je kunt voorstellen dat een condoom die hier omheen moet, past niet hier omheen. En een condoom die hier omheen moet, past niet hier omheen. Dus je kunt wel heel stoer de allergrootste maat bestellen, maar dan zit die los om je penis. En dan flobbert die eraf en dan heb je eigenlijk ook nog hartstikke veel risico op een SOA of een zwangerschap. Dus goed meten. Ga op de website van condoom.nl kijken welke maat je nodig hebt, want er zijn heel veel verschillende soorten maten. En condoom.nl heeft nu eigen condooms gemaakt. Dus die heeft niet alleen de merken, maar ook eigen maten. En het zijn dit soort doosjes. En ze geven jullie 30% korting op de extra dunne. In het kader van de vakantie en de naderende introductieweken van de studentenverenigingen. 30% korting op één doosje van 12. Dus dan betaal je uiteindelijk €5,56 voor 12 condooms. Dat is inclusief verzendkosten. Geldt ook voor België. Dus jongens, het is geen geld. Bescherm jezelf. Stukken goedkoper dan die baby. Ja, dat lijkt me duidelijk. En als je nog andere dingen van de website wil kopen,
krijg je uiteindelijk in de winkelwagen, krijg je ook winkelwagenkorting. Dus hoe meer je aanschaft, hoe meer korting je krijgt. Dus ga naar condoom.nl, ga even goed meten jongens, schaf de juiste condooms aan, zodat je jezelf kunt beschermen, maar dat je ook de ander kunt beschermen. Nou, hoe meet je nou je penis? Ja, naar aanleiding van de vorige filmpjes kwamen daar veel vragen over. 1. Je zorgt dat je een erectie hebt. Nou, dat lijkt me voor jullie puberheren geen probleem. Vervolgens meet je halverwege de penis de omtrek van je penis. Nou, hoe doe je dat? Dat kun je doen door op een papiertje de streepjes met je geodriehoek, dus de afmetingen, even af te maken en dan om je penis heen te meten. Je kunt het naailint van je moeder gebruiken, dat flexibele naailint wat ze vaak voor naaien en zo gebruiken. Ik weet niet of je moeder daar blij mee is als je dat doet trouwens. En je kunt ook even bij condoom.nl een officiële penismeter bestellen. Dat kost je 1 euro, wordt je opgestuurd en dan kun je het even goed meten. Dus er zijn meerdere manieren om te meten. En als je de goede maat weet, kun je ook de goede condoom bestellen. De juiste maat condoom. En als die juiste maat is, dan zit die lekkerder. En heb je er minder last van tijdens de seks. Heb je ook minder kans dat die af gaat rollen of dat die afknelt. Dus meten is weten. Ja, deze comment maakt mij nu dus ook duidelijk hoe dat kan dat iedereen in de comments van de vorige twee filmpjes allemaal penis heeft van 20 centimeter lang, 30 centimeter lang. Want dat kan natuurlijk niet, jongens. Maar als jullie gaan lopen meten terwijl je de boel je buik indrukt, de centimeter je buik indrukt, of je gaat aan je voorhuid je penis enorm lopen uitrekken, ja, dan snap ik wel dat jullie aan 20, 25 centimeter komen. Maar dus, hoe je meet, je zorgt dat je penis in erectie is, die leg je op je wastafel en dan meet je de bovenkant vanaf je buikkant tot aan het topje van de penis. Dus niet de centimeter in je buik drukken of de penis extra lang uitrekken, maar gewoon de reële lengte, de echte lengte. En daarmee kun je dan op sites als condoom.nl kun je de juiste condooms aanschaffen. Maar het gaat dus vooral om de omtrek. Lengte is minder van belang. Zoals bij heel veel sporten wordt er gewoon gezamenlijk gedoucht. En dat is ook op de sportschool of naar gymnastiek of naar tennis of naar voetbal. Dus alleen in de puberteit word je veel meer bewuster van je lijf en ga je sneller schamen. En dat komt denk ik ook een beetje omdat jullie opgroeien met een telefoon in je hand. Hè? Dus je krijgt heel veel bewerkte beelden te zien. En dat zorgt er wel voor dat je je heel erg gaat vergelijken met die beelden. Dat je denkt dat jij ook zo eruit moet zien. Maar dat is natuurlijk niet zo. En als je in een teamverband doucht, ja, dan kijk je wel eens naar de zijkant. Of je kijkt wel eens van, goh, hoe ziet die eruit? En als jij de jongste van het team bent, dan ben je misschien de kleinste qua lengte. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je de kleinste down there bent. Want de groei van de penis varieert heel erg binnen de puberteit. Sommigen hebben met 13, 14 al bijna een volledige, volle, volwassen maat, zeg maar. En anderen pas met 17, 18. Dus daar hoef je niet over wakker te liggen. En je moet gewoon onthouden dat de anderen waarschijnlijk net zo onzeker zijn. Misschien kan iedereen die op een sport zit waarbij je in groepsverband doucht, is in de comments kan zetten wat voor tips je hebt daarvoor, voor deze vraag. Van hoe hebben jullie dat opgelost als jullie daar problemen mee hadden? Of hadden jullie zoiets van, nou, fuck it, ik ga gewoon douchen, je zoekt het maar uit. Dus help elkaar maar eventjes een beetje in de comments. Als je met 5 weken de miskraam krijgt, noemen ze een hele vroege miskraam. En dat betekent eigenlijk dat het eitje, de innesteling, niet goed gegaan is en dat het lichaam dat weer afstoot. En je krijgt meestal dan een iets meer een heftigere menstruatie dan normaal. Dus een wat heftigere bloeding. Je kunt wat buikkrampen hebben. Maar over het algemeen stoot het lichaam het vruchtje eigenlijk gewoon af. En maakt je baarmoeder zich schoon. En ben je meestal in de maand daarna alweer vruchtbaar. Het is gewoon, ja, is niet goed gegaan. Het is heel verdrietig, maar is feitelijk niks aan de hand. Bel wel even met je verloskundige. Hou je temperatuur in de gaten. Kan zijn dat ze later, dat ze als de bloeding voorbij is, dat ze toch even nog een echo maken om te kijken of de baarmoeder echt wel heel goed schoon is. En mocht je toch koorts gaan krijgen, dus dat je temperatuur boven de 38 gaat stijgen, dan moet je ook even bellen met je verloskundige. Want het kan zijn dat er ietsjes achtergebleven is. En het kan gaan ontsteken in je baarmoeder. En daar moet je dan weer medicijnen voor hebben. Maar over het algemeen stoot het lichaam het af en reinigt het lichaam ook zichzelf.
Nou, op jullie verzoek een storytime. Nog een verhaal over Zuid-Soedan. De jongens die daar leefden bij de Nuer, die werden op 12 tot 14-jarige leeftijd geïnitieerd. Dat betekent dus dat ze toetraden tot het volwassendom. En om toe te treden tot de volwassenen, moesten ze een initiatie ondergaan. En dat betekende dat ze geopereerd werden. En ze moesten heel stil op hun rug liggen. En dan sneed iemand met een mesje 7 lijnen van de ene kant van de andere kant naar hun voorhoofd. En die lijnen moesten helemaal recht lopen. Want als je bewoog, dan werd de lijn dus een bochtje. En dan was het voor de rest van je leven duidelijk dat je dus niet stil had gelegen terwijl je werd gesneden. Het ging dus zonder verdoving. Dit is John. Hij werkte bij ons als drager om de zakken met mais en voeding vanuit de vliegtuigen weg te brengen. En hij hielp ook in de klinieken. En je ziet aan zijn voorhoofd wel dat zijn lijnen niet helemaal recht liepen. Dit was Masha, hij was de beveiliger van ons compound. En bij hem zie je dus dat hij geen strepen heeft, maar hij heeft allemaal van die puntjes. En die puntjes rond zijn ogen op zijn gezicht waren ook een vorm van initiatie. En dus binnen de stam van de Nuer zitten ook verschillende subgroepen. Dus sommigen hebben van die rechte lijn op hun hoofd en anderen hadden allemaal van die puntjes op hun hele lichaam, maar ook op hun lijf. Dit is Nyagira. Zij bracht ons water en zij droeg heel veel, een ontzettend sterke vrouw. Maar goed, het straalt ze ook wel uit. Het was niet iemand waar je echt mee ruzie moest hebben. En zij had ook die gezichtsmarkings. Dus rond de ogen en op de wangen en op haar kin. Als schoonheid, maar ook als een soort initiatie. Dit is Nyareka. Nyareka werkte bij ons op de compound. En je ziet, zij had hele mooie markings ook op haar rug. En ook op haar borst. Maar die laat ik jullie niet zien, maar op haar rug wel. En op haar gezicht kun je heel mooi zien dat ze hele prachtige patronen op haar gezicht had. Dus wat tatoeages voor de blanke huid zijn, waren voor hun die inkepingen in hun vel. Waardoor het in een donkere huid krijg je vaak iets meer littekenvorming. En daar kon je dus versieringen mee aanbrengen. Omdat zij zo'n donkere huid hebben dat de tatoeages bijna niet te zien waren. En dat kenden ze ook niet. Dus zij gebruikten dit systeem om versieringen aan te brengen. Nou, als een vervolg op het filmpje van daarnet over initiatie van de jongens. Een ander schoonheidsideaal was dat je tanden heel ver naar voren stonden. Dat vonden ze heel erg mooi. En het is dus compleet tegenovergesteld wat we hier in de westerse wereld vinden. Want hier zit iedereen bij de orthodontist voor een beugel. Nou, een mooi voorbeeld zie je hier. Dit is John John. Die had vooral zijn voortanden enorm naar voren staan. Dus zijn voortanden stonden niet op elkaar. En ik laat jullie nog even weer de foto van John zien. Die had zijn tanden ook echt schotterscheef in zijn mond staan. En echt bijna dat ze kunnen kauwen, geen idee. Maar het waren vooral de voortanden die heel erg naar buiten moesten staan. Dat was echt een schoonheid. Nou, en dan zou je denken, hoe doen ze dat dan? Want hij is geen orthodontist of een tandarts. Dus wat ze doen, hou je vast. Ze gebruiken een speer. En die speer, die zet je achter je voortanden en dan wrik je de boel naar voren. En dat gebeurt op jonge leeftijd al. En dus voor degene onder jullie die het lastig vinden om naar de tandarts te gaan of naar de orthodontist en dat doet zeer omdat hij je beugels aandraait, kun je even voorstellen hoe zeer het is als iemand dus een speer achter je voortanden zet en je tanden naar voren brikt. Dus ik denk dat jullie beter hier kunnen zitten.